Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Peuterlab. Vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan namelijk spelen met schaduwen. Nou, wat hebben we hier allemaal voor nodig? Een wc-rolletje. En een elastiekje. En een elastiekje. Een zwarte stift. En een zaklamp. En een zaklamp. Een schaar. Een stukje papier. En een elastiekje. Vers houtfolie. En plakband. Om te beginnen maak je een tekening op een wit papiertje ter grootte van het rondje van het wc-rolletje. Teken we even een hartje. Dan mag jij mee inkleuren. Ja. Dan knippen we het plaatje even uit. Wat kan je mooi knippen, schat? Zal ik de rest even doen? Wat hebben we gedaan? We hebben twee plaatjes uitgeknipt. Die hebben we zwart ingekleurd, een vlinder en een hartje. Die gaan we op het wc-rolletje vastmaken. Ik ga even laten zien hoe we dat gaan doen. Ja. Je begint met een stukje vershoutfolie. Gaan we dit even allemaal afknippen? Ja. Ja, doe het elastiekje er maar om, hier zo, dat hij vast zit. En moet je zo een elastiekje om. Zo een elastiekje erom. Ja. En dan plakken we het vlindertje erop. Ja. Met lijm. En met een beetje plakband. En dan moet je even zo, dan maak je een soort rolletje. Dan moet papa en mama wel een beetje helpen. Maak je een soort rolletje van een plakband. Ja. Die plak je. Je moet zorgen dat de zwarte kant van het plaatje zo komt, zeg maar. Dus de witte kant komt naar boven. Zo. Je moet dit doen. Dan klaar. En dan klaar. Oké, nou wat je gaat doen is, je gaat in een beetje een donkere ruimte staan. Je kan het natuurlijk het leukst doen aan het einde van de dag bijvoorbeeld. En wat je doet is, je zet de zaklamp aan. Die schijn je onder het wc-rolletje door. En als het goed is, zie je dan op het plafond of zo schuin op de muur, zie je het plaatje wat je hebt gemaakt. Dus we zetten de zaklamp onder de wc-rol en we schijnen er doorheen. En als het goed is, zie je dan op het plafond of op de muur, kijk, zie je dan het plaatje wat je hebt gemaakt. Dus het, in dit geval de vlinder. Zie je dat ook? Nou, heel veel plezier thuis met deze leuke activiteit. En we hopen jullie natuurlijk weer snel te zien. Doei!